Mijn moeder heeft me 's ochtends wakker gemaakt om 7 uur. En die zei dat ik direct naar beneden moest komen, dat er iets zwaars gebeurd was. Bij een ongeluk op de Ossenweideweg in Haafden zijn vanochtend 2 jongeren overleden. Het gaat om een 16-jarig meisje uit de gemeente De Wolde en een 21-jarige man uit de gemeente Westerveld. Volgens de politie zijn ze ter plekke overleden. Chillen, lachen en losgaan. Met vrienden is het leven mooi. Maar dan gaat een van je beste vrienden dood. Wat doe je dan? En hoe ga je dan verder? In deze video praat ik met De Firma, de vriendengroep van Maud. Dit is Vrienden na het Leven. Dit is het. Dit is de plek. En komt dit ook door het ongeluk? Ja. Dat die schors er zo af is? Kan iemand mij vertellen, mee terugnemen naar die avond in april dat het allemaal misging? Wij waren 's avonds in een discotheek hier in Ruinewold. Ze is daar 's nachts weggereden met die jongen dan, met de bestuurder. En die had veel te veel drank op en die reed normaal ergens anders langs. Toen zijn ze hier langs gekomen. Ze zijn van die kant gekomen, ja. Ze sliep bij haar, bijna vriend. Die ook in de auto zat? Ja, die zat ook in de auto. En reden ze veel te hard over die weg daar. En hij kende de weg blijkbaar niet zo goed. En toen is hij daar in de berm geraakt. Waar? Daar, iets voor die brug. En toen is hij over de weg heen gegaan, tegen de brug aan. Toen weer aan het slingeren gekomen. En toen is hij, de hele auto is gedraaid en toen ting de boom aan. En daarna in de sloot. Je zag hier ook vanaf die brug tot aan hier remsporen. Maud is 16 jaar en dol op gezelligheid. Ze woont in Koekangen in Drenthe en zit in haar examenjaar. Haar vriendengroep heet De Firma en bestaat voor een groot deel uit jongens. Maud zelf is one of the guys. Ze regelt altijd alles voor De Firma en houdt ervan om met haar vrienden te feesten. Zo ook die ene avond, in april 2022. Oh, hier is de ingang, joh. Ja. Dus hier stonden allemaal fietsen, scooters. Daar stonden eerst alle fietsen erin. Hey, en dit is net even gesloten, maar dit is dus ook een beetje de vaste uitvalsbasis van de groep. Ja. Ja. Hoe vaak zijn jullie hier geweest? Dat weet ik zo niet, heel vaak. We kwamen hier met de teenagesparty, kwamen hier altijd al. Dus, op vrijdag? Op vrijdag, ja. Op de fiets hier naartoe. Nou, toen mocht je nog niet drinken, dus dan stiekem een flesje fles drinken mee of zo, fles drank en dan... Mee naar binnen? Nee, buiten, vooraf. Toen het 18-plus feestjes... gingen we gewoon rond 10:30, 11:00 gingen we hierheen en gingen om 3 uur weer naar huis. En zo ging het dus ook die betreffende avond vorig jaar? Ja. Jullie zijn hier samen aangekomen? Ja. Met allemaal, met iedereen? Ja, nee, alleen Maud niet. Maud die kwam in een andere groep. En hoe gedragen jullie je op zo'n avond? Sta je inderdaad alleen maar aan de bar of is het een beetje... Nou, niet dansen of zo, maar je spreekt hier iedereen gewoon een beetje. Ja. Dus gewoon een beetje praten met elkaar. Dit was de bar. Dit was de bar. Het ziet eruit als een exotische club, hoor. Hier stond de bar zo in het midden. Ja, dit was de bar. Oh joh, het is vet groot. Ja, hier is de zaal. Dit is de hoofdzaal eigenlijk. Ja, maar meestal was hij tot... Nou ja. Oh, dan werd hij afgesloten. Ja. Twee palen zijn maar die dicht op elkaar staan. Ja? Er stond een grote schuif ertussen. En als het echt druk was, gingen die gewoon los. Ja. En hoe ging dat die avond? Nou, die avond... wij waren dus wel een hele poos. En toen ik aankwam, stond Maud bij de bar. Toen ben ik naar Maud toegelopen en heb ik een knuffel gegeven. Vraagde hoe het ging en zo. Zat je aan de bar of... Nou, zij stond aan de bar en ik kwam aanlopen. Dus hier was die laatste knuffel? Ja. Is het dan nu raar om hier weer te zijn? Nou, we zijn na die tijd wel best wel vaak weer geweest. Dus in principe ben je er wel een beetje aan om op deze plek weer te komen. Dus. Ja. Maar het blijft altijd wel gek natuurlijk. Ik moest iets doen, dus ik ging wat eerder naar huis. En toen heb ik Maud, voordat ik wegging, heb ik er nog wel gesproken. En toen heb ik nog wel een knuffel van haar gekregen en zei ze tot morgen. Op een gegeven moment ging ze naar huis en dan was het, tot morgen of zo. Echt alsof er, als je elkaar morgen gewoon weer zag, niks ging raars, ook nooit bij nagedacht. Toen ik Maud zag, had ik Maud een knuffel gegeven en gewoon gevraagd hoe het ging en zo. En heel even gepraat. En dat was eigenlijk de laatste keer dat ik haar had gesproken. Misschien zie je die deuk nog wel. Aan de andere kant van de sloot lag hij. Hij is toch om die boom heen gedraaid? Ja, hij is om die boom heen gedraaid en zo de sloot. Je kon in de berm, kon je zien dat... Hey, je kunt hier wel zien, hier is het langer, daar is het korter en daar is het weer wat langer. Ja. Toen ze die draai maakte tegen de boom aan kwam, is Maud al uit de auto gevlogen. Dus die was op slag overleden. Mijn moeder heeft me 's ochtends wakker gemaakt om 7 uur.
En die zei dat ik direct naar beneden moest komen, dat er iets zwaars gebeurd was. En toen vertelde ze mij dat mijn auto om het leven was gekomen. Met een auto-ongeluk vlakbij Havelte. Dus dan ga je een beetje nadenken en dan word je heel verdrietig. Ja, ik dacht, het kan niet waar zijn. Nou, als je dat hoort, dan was je gewoon in tranen los. Tenminste, ik wel. Ja, dat was zaterdagavond. En toen is, toen werden we al zondagochtend, om 19:30 of zo, werden opgemeld door een vriend van mij. Mout is overleden. Ja, dezelfde dag hebben wij nog met z'n allen bij elkaar gezeten. En uiteindelijk zijn we met alle jongens naar Amy toe gegaan. Gewoon om niet de hele tijd te zitten huilen, zeg maar. Het besef is er nog steeds niet. Je hebt steeds het gevoel dat Mout gewoon op vakantie is. Of... En dan, weer de post later, komt het besef pas. Daar gaat hij. Oh! Maar er moet al wat bij, begrijp ik? Ja, dat is ook dan misschien. Zoveel mogelijk hout en dan hopen dat er iets gaat branden. Jullie kwamen hier vaak altijd, toch? Dit was een beetje de uitvalsbasis. Ja, door de week zo wel, 's avonds. Woensdag altijd? Ja, sowieso altijd woensdag. Wie opperde dat? Mout. Mout zelf. Mout? Eigenlijk, Mout wachtte altijd af en als er niks was, dan stuurde ze gewoon het kabel naar mij. Waar praten jullie over? Oh, van alles. Ja, je bent nog jong, dus dan gaat het over van alles, ja. Weekend en vrouwen en noem maar op. Gewoon vrouwen? Van alles. Ja, Mout vond dat altijd wel grappig, dus ja, die praat er ook altijd wel over. Jawel. En Mout, die had ook een vriend, dus ja, die heeft er ook altijd wel over jongens. En wat we in het weekend gaan doen en daar gingen we beleefd hebben. Dus ja, gewoon een hele normale ding. Nou, meestal gingen we stappen of zaten we door de week gewoon bij iemand thuis en dan gingen we wel gewoon wat drinken. Min of meer... bier drinken in het weekend en gewoon plezier maken met z'n allen. Ja, Mout was altijd heel zorgzaam, stond altijd voor je klaar. Ja, ze was gewoon een van de jongens, zeg maar. Dus het was altijd één met de jongens. En wat was de rol van Mout in de groep? Want ik hoor net al, nou ja, zij was degene die zei van kom naar mij en dan zaten jullie hier. Mout is mama Mout, eigenlijk. Koen let een beetje op ons en zo. Ja? Mama Mout? Ja. Dat is wel mooi. Ja. Ja. Als je bijvoorbeeld als je alleen naar huis moet fietsen of zo, dan was ze wel mee. En... Als jij alleen naar huis moet fietsen? Ja, bijvoorbeeld. En dan fietsen ze mee? Ja, gewoon niet dat iedereen gewoon veilig thuis kwam. En hoe komt dat, dat ze goed konden daar? Bij haar kon je alles kwijt of zo. Ja. Nou, ik had wel makkelijk contact met haar. Ik kon wel gewoon goed met haar praten. Ik kon alles bij haar kwijt en zo. En ze kon wel serieus zijn, maar ze was ook heel zorgzaam. En, One of the guys, zeggen ze dan ook. Ja, dat was wel. Hey, hebben jullie eigenlijk nog foto's en filmpjes van Mout? Wat een goede foto's, hè? Maakt niet helemaal nuchter meer. Nou, die wil ik wel zien, ja. Kijk, oh, dit zijn allemaal Snapchats. Hier, kijk dan, joh. Dit is hier in de schuur. Oh ja, dit is die foto. Het is zo mooi dat je aan ogen kan zien dat iemand zoveel gezopen heeft, hè? Hadden jullie het ook wel eens over de dood dan al met Mout er ook bij? Ik had het toevallig wel met Mout over gehad. Ja? Dat ze wel geen koffie of zo hebben. Ze wel bier met bitterballen op de als ze dat zou komen te overlijden. Was dat had ze gezegd? Ja. Nou, toevallig een week of twee weken ervoor hadden we het erover gehad. Dat was hier in de schuur, waar we met z'n vieren nog niet. Ja. Dus zij geeft aan, ik wil bier en bitterballen. En drie weken later stonden jullie daar met bier en bitterballen. Hoe was het dan om daar te staan? Met dat biertje en die bitterbal in je hand. Hoe was die uitvaart? Mooi. Ja? Ja, wel heel heftig, vond ik. Maar ik vond het echt wel mooi, ja. Maar zelfs op dat moment, dan is het echt... dan drinkt het pas door. Dan zie je daar die kist ook liggen. Ja, dan weet je het gewoon niet meer. Nou, we kwamen er met z'n allen aan. En er waren echt wel heel veel mensen. Het was wel een besloten kring, maar er waren wel heel veel mensen. Er waren zoveel mensen, het past allemaal niet in één zaal. De wachtruimte moest er ook bij gebruikt worden. Ik krijg al kippenvel over je lijf heen. Dan word je hele kop zit vol en dan kun je haast niet meer praten. En dan weet je niet wat je overkomt. Maar ja, je had toch graag dat woordje doen, ook voor de familie, voor iedereen. Dus op een gegeven moment zat dat met een hele wild gestalte wel gelukt. Ze was er altijd, ze was altijd in voor een feestje en was niet vies van een drankje. Lieve, spontane, leuke, maar vooral hele eigenwijze Mout. We gaan je allemaal ontzettend erg missen. We zullen jou nooit vergeten en ga je meenemen in alle leuke en mooie momenten die we nog gaan beleven met z'n allen. Oh. We houden van je. Ja, dat, nou, dan moet je helden en zo. En
zitten met z'n allen op een rij en iedereen, ja, ik weet niet hoe je dat zegt. Je hebt nooit echt afscheid kunnen nemen. Ja. Ik weet niet eens hoe je dat moet vertellen eigenlijk. Het zakt niet zomaar in één keer weg. De eerste weken dan denk ik er elke dag nog aan. En ik was dan blij dat ik dan bijna elke dag wel aan het werk was. Dus dan had ik een beetje afleiding. Maar als je dan in de avond weer thuis komt, dan schiet het je toch elke dag weer te binnen. En dat heb ik nu nog steeds af en toe nog eens. Ja, nou, als ik zo met de hele groep ben, dan heb ik sowieso niet echt het gevoel dat ik dan even moet gaan huilen of zo. Nee, hoezo niet? Nou, ik weet niet, daar voel ik me niet zo fijn bij. Als jij moest huilen daar, dan voelt het alsof je anderen daarmee belast. Ja, want iedereen heeft het net zo zwaar en ik wil niet de anderen extra belasten omdat het mij dan zogenaamd misschien dan meer zeer zou doen of zo. Dat... Hoezo vind je het dan minder fijn in de groep? Nou, omdat ik op zo'n moment toch liever alleen ben. Dan op een gegeven moment, ja, het is gewoon ook afleiding, weer zoeken naar andere onderwerpen, misschien erbij pakken. Of... Is dat niet gek dan? Dan is net je vriendin dood en dan ga je over een ander onderwerp praten. Ja, misschien wel, maar... Zo is het bij ons wel gegaan, tenminste. Ja, maar die emoties zaten er wel. Ja, ik doe zo, want die zitten wel in jou. Natuurlijk, die emoties zijn er wel, maar het is niet dat je ze dan gaat... Of ik toon ze eigenlijk niet snel als ik met een groep ben. Dat doe ik ook liever alleen. En denk je dat iedereen dat dan eigenlijk een beetje inhoudt? Is dat een beetje hoe dat gaat ja, in de groep? Nou, dat denk ik wel, ja. Ja? Ik vermoed dat hij echt wel veel doorzettingsvermogen hem. Gewoon kop ervoor en ja, dat is altijd wel grappig. En dat heb ik wel van Mout geleerd, ja. Wat heb jij van haar geleerd? Steviger in mijn schoenen moet staan. Gewoon de bek moet lostrekken als het moet. En gewoon weer jezelf heen. Ik sta misschien wat steviger op mijn voeten of zo, denk ik. Misschien komt dat door dat ik wel gewoon van Mout heb geleerd dat ik gewoon niet van anderen zomaar iets moet aantrekken en zo. Ja, lekker. Ik heb het een beetje mis eigenlijk. Gisteren hebben we het natuurlijk gehad over de avond van het ongeluk. Hoe gaat het nu met jullie als vriendengroep eigenlijk? Ja, we letten natuurlijk wel meer van elkaar, maar als iemand naar huis gaat of je gaat naar huis, zeg je wel van we gaan naar huis of we gaan met z'n allen of we gaan met meerdere mensen. We letten er wel meer op elkaar, ja. Geloven jullie dat Mout nu ergens is eigenlijk? Ik weet niet hoe het met de rest is, maar ik geloof in ieder geval niet. Dus, nee? Maar ik geloof wel dat zij blij zou wezen, trots zou wezen dat wij zo met de groep weer verder gaan. Als zij dit zou kunnen zien, dan zou ze dat wel mooi vinden. Je draagt er nog steeds elke dag wel bij je, maar het is wel wat minder als eerst, zeg maar. Ik zou Mout nooit zo vergeten en ik kom altijd nog bij de ouders van Mout. Daar hou ik wel graag contact mee en dat zou ik ook wel willen blijven houden zo. Wat staat er op het glas eigenlijk? Ik heb het nog niet gezien. Wat staat erop? M en firma, de firma. De naam van de groep? Ja, en de M denk ik van Mout. De M van Mout. Ja, laten we proosten op Mout en op de mooie momenten die we met haar hebben gehad. Ja, en laten we proosten op ons en op de vriendengroep. Proost jongens. Proost. Proost.